Deze coronacrisis zijn we al voor talloze ingewikkelde keuzes komen te staan. Het virus bestrijden was nodig, maar er moest veel voor worden opgeofferd. Onze kinderen kunnen niet meer naar kinderdagverblijven, naar de school. De horeca is al maanden dicht, theaters, bibliotheken, de musea zijn dicht. Eigenlijk allemaal minstens zo heftige en ingrijpende maatregelen als een mogelijke avondklok. En ik neem met enige verbazing, moet ik zeggen, voorzitter, kennis van een soort politieke ruilhandel die zich hier lijkt af te spelen. Een half uurtje eerder, een half uurtje later. Daar gaat het niet over, voorzitter. Het gaat over, ik wil een inhoudelijk debat over die avondklok. Ik wil van het kabinet weten, waarom is het nodig? Waarom zijn we zo ver gekomen? Waarom hebben ze niet eerder gezorgd dat er een quarantaineplicht kwam? Hoe kan het dat vorige week al die vliegtuigen nog binnenkwamen? Waarom wordt er niet 24 uur, 7 dagen gevaccineerd? Waarom zijn in de medische richtlijnen nog steeds geen mondkapjes opgenomen? Daar wil ik het over hebben, voorzitter. Hoe kan het dat we zo ver zijn gekomen? En ik ben niet geïnteresseerd in politieke spelletjes over een half uurtje eerder of een half uurtje later. Voorzitter, mijn vragen zijn duidelijk. Hoe zit het met de quarantaineplicht? Is dat nu al geregeld? Waarom is er nog geen volwaardig quarantainepakket met inkomensondersteuning, zodat mensen ook echt geholpen worden om binnen te blijven? Waarom, collega Marijnissen en anderen spraken daarover, waarom worden werkgevers niet harder aangepakt die hun werknemers nog steeds naar het werk laten komen, terwijl dat niet nodig is? Voorzitter, anderen spraken daar ook al over. Ik wil graag van het kabinet horen, niet alleen hoe kan het dat we nou zover zijn gekomen, maar ook wat zijn nu de te verwachte effecten van een avondklok? Hoe gaat ons dat helpen om die varianten die nu ons land binnenkomen uit Groot-Brittannië, Brazilië, Zuid-Afrika, hoe kan zo'n avondklok gaan helpen bij het indammen van de verspreiding van dat virus? En voorzitter, heel praktisch. Politie, BOA's, die hebben het nu al heel moeilijk om hun taken uit te kunnen voeren. Die krijgen natuurlijk alleen maar meer werk. Wat gaat het kabinet doen om ervoor te zorgen dat zij hun werk kunnen doen? En wat gaat het kabinet ervoor zorgen dat zij in deze crisis, waar we al zoveel van hen vragen, niet volledig zichzelf over de kop moeten werken? Voorzitter, ik sprak al over in mijn vraag aan de heer Heerma. Heel erg veel mensen zijn eenzaam. Jongere mensen, oudere mensen. We voelen ons allemaal gewoon rot, want ons hele leven staat op de kop. En het kabinet trekt terecht de portemonnee voor economische steunpakketten. Maar er moet nu toch ook echt wel een sociaal steunpakket komen. Een sociaal reddingsplan om ons ook in deze fase van die crisis te helpen om ons aan de maatregelen te houden en te zorgen dat we zowel psychisch als fysiek gezond kunnen blijven. Een van de onderdelen daarvan, voorzitter, daar zou ik het kabinet specifiek naar willen vragen, is om toch nog eens opnieuw te kijken naar die beperking van bezoekers. Nu mag er nog maar één iemand op bezoek komen. Waarom kunnen niet twee mensen, mits ze uit één huishouden komen, op bezoek komen? Voorzitter, voor alleenstaande ouders die hun grootouders nodig hebben om op de kinderen te passen bijvoorbeeld, zou dat echt een oplossing zijn. Andere landen doen dat ook en graag een reactie. Tot slot, voorzitter, heel kort nog. Onze kinderen, ik sprak al over, we willen allemaal graag dat de scholen snel en verantwoord opengaan. De vorige keer, toen de scholen dicht waren en weer opengingen, heeft het kabinet ze eigenlijk een beetje aan hun lot overgelaten. In de zin dat ze zelf maar moesten zorgen voor goede ventilatie en looppaden en spatschermen. Voorzitter, dat was niet voor herhaling vatbaar. Wat gaat dit kabinet, en ik wil het graag vandaag horen, niet volgende week in een notaoverleg vandaag, wat gaat het kabinet doen om scholen te helpen verantwoord open te gaan, zodat onze kinderen weer veilig niet alleen maar met hun vriendjes kunnen spelen, maar ook weer kunnen balen van het huiswerk en de rekenles, waar ze dan eigenlijk geen zin in hebben. Ik zou er naar uitkijken. Dank u.